Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik weer een staltour voor jullie. Van de stallen en als de paarden binnen zijn kunnen ze ook via de luikjes naar buiten toe kijken en ze hebben ook net allemaal nieuwe luiken, dus kunnen ze lekker naar buiten kijken. En aan deze kant heb je nog een klein weidje en voor degenen die mij al langer volgen, die weten dat eerst hier Ambertje, onze Shetlander, heeft gestaan omdat ze drachtig was, dus had ze een heel mooi hekje voor gemaakt en daar zat eerst een schuilstalletje, maar die hebben ze weggehaald. Maar ja, hier is nog eens Ambertje voor als het veulen zou komen. Ook daarom hebben ze even de planken hier zo laag gemaakt. Helaas ging dat dus niet door. Maar ja, het hekje staat er wel nog. En soms staan de andere twee Shetlanders hierin. Want dan kunnen ze lekker grasjes eten. En dan gaan we nu binnen in de stal kijken. Nou, als je binnenkomt heb je gelijk hier onze wasbak met een spiegeltje. En ja, hier doen we altijd dit afspoelen en onze handen wassen. Dan heb je hier achter nog een paar kastjes. En hier hebben ze altijd een hele grote oude vriezer. En hier doen ze dan altijd eten in. Ik kan het wel eventjes laten zien. Als je dit dus open doet, dan zit er heel veel voer in. Dus ja, dat is handig. En daar hebben ze ook nog eentje. Die stond er eerst altijd, maar ze hebben nu een grotere erbij gedaan. Zodat ze zeker genoeg plek hebben om het voer op te slaan. Dan gaan we als eerst naar Feijenstal. En dit was vroeger de zaalkamer. Maar heel eerst was het ook een stal. En nu staat Feijen hier dus. En ja, jullie herkennen dit waarschijnlijk ook als zaalkamer. Maar nu is het een stal geworden. En kom maar even mee. Je kan Feijen dus ook lekker naar buiten toe kijken. En ja, het kruipbocht hangt er van de zadelkamer. Hij vond het wel leuk om er dan gewoon Feijen op te schrijven. En dit is ook nieuw, want hier staan 's winters de Shetlanders 's nachts binnen. Nu is het allemaal leeg, omdat zomers ze gewoon 24 uur buiten staan. En zo kan Feijen ook gewoon contact hebben met de Shetlanders. En ja, voor de rest staat er gewoon een waterbak en een voerbak nog in. Nou, dit is dan de stal van Tommy. Die staat er gewoon al heel erg lang en hij is een lekkere hoekstal. Hij kan lekker met zijn hoofdje naar buiten kijken en dat vindt hij ook altijd erg leuk. En ja, voor de rest is niks heel erg bijzonders aan. Dit zijn ook gewoon de spullen van Amber. En daarnaast staat nog een kastje, maar daar zitten mijn spullen in. En binnenkort wil ik ook een keer een video gaan maken met al mijn spullen en ook hoe mijn grote kast eruit ziet. Dus dat kunnen jullie nog verwachten. En dit is dan de stal van Reentje. Hij heeft ook een leuk bochtje, Jessie, erop gehangen. En ja, dit zijn gewoon stallen van 3 bij 3 meter. En dit is even voor Chris en die zijn rijden. Dit is dan de stal van Floor. En die heeft ook zo'n rek met alle spullen. De westenpest ligt erop. En ja, dat is van dezelfde stal als Reentje. En dan bij Walkie's stal. Hier zat Feijen vroeger. Maar ja, sinds dat Walkie op stal staat, is deze stal. En hier hangen al mijn rekjes. Maar dat komt dan ook in een aparte video een keer. Dus ja, dit is ook gewoon weer dezelfde stal. 3 bij 3. Dus gewoon lekker stallen.
En ze kunnen allemaal lekker dus naar buiten kijken. Nou, dan zijn we bij de kasten aangekomen. Ja, mijn kast staat open, dit is mijn kast. En wat er allemaal in zit, krijgen jullie dus een aparte video over. Dan heb je Jessie's kast, Amber's kast en Chris haar kast. Dus zo heb je eigenlijk een hele rij met kasten. Want hiervoor is de poetsplaats, misschien heb je het wel gezien. Hier hebben we twee van die dingen, deze hangen vast aan vijf halsten. En je kan dus je paard gewoon staan en heb je lekker ruimte om niet te poetsen of je paard. Dus ja, daarom is het wel handig dat die kasten daar zo staan. Want dan heb je gewoon altijd alle spullen bij de hand als je lekker gaat poetsen hier zo. En dan gaan we hierheen, want hier is nog een gedeelte. Dit was hier voorheen de stal van de Shetlanders. Maar de zadelkamer is dus verhuisd omdat we een extra stal nodig hadden. En dit is dus nu de zadelkamer geworden. En ja, hier aan deze wand hangen alle zadels altijd. De dekenrekken, de hoofdstellen. En hier ligt eigenlijk voornamelijk een beetje troepjes. Want ja, dat moet je ook ergens kwijt. De kist. Die zit een beetje overvol, want daarom hebben we er ook zo'n ding omheen gedaan. Zodat hij niet uit kan klappen, want dat is een keer gebeurd en toen lag alles hier op de grond. Dus nu zit het stevig vast. Hiernaast ook het hooi liggen en ja, hier hebben ze gewoon allemaal parcours in. De klef ze dan soms overheen, zodat het niet vies wordt. En ja, dat lag daar eerst ook, daarachter, maar toen was een ander parcours, daar hebben ze iets ander hooi. En hierachter ligt nog het vlas en er liggen nog ja, kwartjes waar we wel eens overheen mee springen. En nou, gewoon nog tonnen voor in de winter als de waterleidingen bevroren zijn. En ja, hier hangen nog wat halsters van de Shetlanders. En ja, dat is eigenlijk dit hokje wel hier. Nou, dan zijn we buiten aangekomen. En als je de deur van de stal gelijk uitloopt, dan heb je links aan, ja, aan je kant heb je de hele grote paddock. En kom maar mee, dan laat ik wel eventjes de ponies zien die erin staan. Joike! Ja! Joike is dus laatst geschoren. En hij heeft nu van die sokjes hier zo. En het ziet er altijd wel schattig uit. Het is daar tennis. Dit is dus een van de Shetlanders hier. En daarachter staat de tweede Shetlander. En dit is dus een gedeelte van de paddock naar langs de bak naar achteren. Daar heb je nog een gedeelte. En daarachter staat Walkie en ligt Tommy lekker te slapen. Dus we kunnen er wel even een kijkje nemen. Heb je dus de bak en mijn buurmeisje is opnieuw op fire aan het rijden en Chris is gewoon lekker op floor aan het rijden. Maar hier heb je dus een hele strook waar de paarden gewoon lekker door naar achter kunnen lopen en als ze druk zijn ook lekker heen en weer kunnen rennen. En de buren hebben ook nog paarden, maar nu staat er niemand. En dan ga ik naar wat. Nu zijn we dus in het achterste gedeelte aangekomen en wacht, die staat letterlijk helemaal achteraan. Dus als dat gebeurt, dan kan je echt helemaal van voor naar achteren toe lopen. Want het staat daar nu achter de bosjes, dus ik weet niet of je er ziet. En Tommy is lekker aan het slapen. En Weentje is ook nog ergens verstopt achter de bosjes. Dus af en toe moet je wel je paard vinden, wil je degene pakken. Maar ze kunnen wel lekker hier staan. We'll be right back.
meestal als je hier naartoe komt lopen, dan komen de paarden ook wel naar jou toe lopen. En daarachter staat Walkri en ze komt er toch langzamerhand ook even een kijkje nemen. We zijn dus echt helemaal achter in de wei en daar is ook nog een heel groot weiland, maar dat is van de boeren en daar zit heel veel gras. Dus de paarden vinden het altijd lekker om daar naartoe te kijken, want het liefst willen ze daar natuurlijk staan. Maar dat gaat helaas niet. Joyke is al een keer ontsnapt en is daar terecht gekomen. Maar ja, hier zijn ze gewoon op zoek naar wat dingetjes om te eten. Volgens mij vinden ze het wel lekker om zo ver te kunnen lopen. Dat is eigenlijk een soort van onze kantine, want ja, we hebben natuurlijk maar een hele kleine stal eigenlijk met een paar mensen. Dus toen leek het ons wel leuk om gewoon een oude caravan ergens vandaan te halen. En dat hebben de eigenaren van deze stal gedaan, echt super lief nog steeds. En ja, nu hebben we dus gezellig een caravan en in de winter kunnen we daar lekker onder een dekentje zitten. En ja, in de zomer, maar dan gaan we ook vaak er buiten zitten daarnaast. En ja, het is gewoon een heel leuk plekje geworden voor ons allemaal. Dus ja, daar zitten we zeker ook wel af en toe. Nou, als je dan dus weer de stal bent uitgelopen, had je dus aan de linkerkant de paddock. En recht voor je heb je eigenlijk de bak. En dan heb je hier wel een klein beetje een grasveldje. Dus soms laten de paardjes hier ook een beetje grazen. Maar dan gaan we nu eventjes naar de bak toe. Nou, dan is dit dus de bak. Hij is niet heel erg groot. Maar ja, op zich wel groot genoeg, want we zijn natuurlijk maar met een paar mensen. En hij kon ook niet veel groter. Nu zijn dan toevallig wel twee mensen aan het rijden. Maar meestal kan je gewoon lekker in je eentje rijden. En ja, zo is dus onze bak. Zo ziet hij er dus uit. Kapot was gestampt omdat het in de winter alles zo nat was. En dit was dan ook zo nat en de paddock was een en al blubber. Dus toen gingen ze altijd op de wei. En dat werd toen eigenlijk automatisch ook een paddock. En nu gaan we hem een jaar laten rusten. Dus dit jaar kunnen ze helaas niet gras eten. Maar ja, dan gaan we wel eens naar buiten toe om ze daar lekker gras te laten eten. Want het is wel goed voor de wei dat hij even een jaar kan rusten en het gras weer kan gaan groeien. Nu zie je dat er alweer een beetje een groene laag overheen gaat komen. Dus ik denk dat het wel goed komt als hij een jaar rust heeft. Want het zag er echt niet uit in de winter. Maar ja, dus dit is de wei die ze hebben. En dan heb je hier nog een paar springstaanden staan. En nog een springbalken staan. En het bankje dat eerst in de bak lag, zat, stond. Maar ja, nou staat hij daar eventjes. Dus ja. Nou, dit was dan de staltour. Hopelijk vond je het leuk. Doe dan zeker dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer hier beneden op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, en dan hoop ik jullie weer bij de volgende video te zien. Doei!